Ik ben Saar, zo heet ik ook op Twitch. Ik ben namelijk een livestreamer op het platform Twitch. En Twitch is een website waar je op kunt livestreamen. Ik doe daar voornamelijk games livestreamen, maar je kunt er eigenlijk alles doen, muziek maken, vloggen. Maar het grote verschil met een platform als YouTube is dat het dus allemaal live is en mensen mee kunnen chatten. Ik ben begonnen met streamen in 2015 inmiddels, een beetje net nadat ik mijn HAVO-diploma had gehaald. Toen dacht ik, wat ga ik eens doen naast mijn studies? En ik ben altijd al groot fan geweest van videogames en ik wilde graag met andere mensen daarover gaan kletsen. En toen kwam ik op het platform Twitch uit en daar ben ik gaan streamen. Hallo vriendelijke vrienden van het goede leven, daar was ik weer met een gloednieuwe stream zoals ik jullie een paar dagen geleden of eergisteren heb beloofd. Ik ga voor play hoor. I will play with it, so we can share a nice time together. Good choice. Nou, throw the ball. Nou, punt is, als je hem vrijlaat, het is niet onze hond. Au. Oké, dat vond ik wel funny. 15 december was de Dutch Stream Awards. Wat houdt dit precies in? Dat is een awardshow voor alle livestreamers op Twitch, maar ook inmiddels op TikTok en op YouTube. En hier worden awards uitgereikt voor de beste streamers van Nederland. Onder andere de beste vrouwelijke streamer, beste mannelijke streamer, beste streamer overall. Wie is het allerbeste van alle streamers aller tijden in Nederland? En dat is een show die jaarlijks terugkomt, waarin er dus prijzen uitgereikt worden voor de beste streamers. De beste vrouwelijke streamer is gekozen vanwege haar authentieke verbinding met de community, kan iedereen nog zijn, die haar humor altijd weet te waarderen. Ze heeft ook haar vleugels uitgeslagen naar diverse platforms waar ze een loyale achterban heeft weten op te bouwen. Ze weet goed wat haar community wel en niet wil zien, wat vaak resulteert in toffe content en samenwerkingen die passen bij haar publiek. Wat haar echt onderscheidt, is dat ze na een aantal jaren streamen nog steeds zichzelf blijft te midden van een groeiende populariteit. In een wereld waar trends snel veranderen, blijft ze haar ding doen en groeit ze mee met het veranderende streamerlandschap als solide streamer. Het eindresultaat is altijd on point, aldus de jury. Ja, jij hebt de prijs voor beste vrouwelijke streamer van de vakjury gekregen. Hoe voelt het? Ja, heel lekker. Dit is de tweede keer dat ik hem in ontvangst mag nemen. Ik zag het oprecht niet aankomen dat het dit jaar weer zou gebeuren. En het is gewoon een kers op de taart natuurlijk. Ik ben 5 dagen in de week aan het livestreamen. Dat doe ik zo'n 5 à 6 uur per dag. Dus ik steek er ontzettend veel tijd in. En als dat dan beloond wordt met een prijs waarin een vakjury zegt van jij doet dat het allerbeste van Nederland. Ja, dan voel je natuurlijk ontzettend vereerd. Dit is de nieuwe award. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Maar het is een hele award dan de jaren, of een hele andere award dan de jaren ervoor. Het staat er weer op. Dat wel. De Dutch Stream Awards 2023. Beste vrouw jury award. En dan toch niet de publieksprijs gewonnen voor beste vrouwelijke streamer. Hoe voelt dat? Ja, het is altijd jammer als je net buiten de prijzen valt natuurlijk. De publieksprijs is wel een prijs waarin je veel campagne moet voeren. Dat draait erom dat je een groot publiek aanspreekt. En tweede is natuurlijk een ontzettend mooie plek. Dat houdt in dat er toch heel veel mensen op mij gestemd hebben. En dat ik een fanatieke community heb die massaal voor mij hebben gestemd. Dus ik ben alsnog erg tevreden met het resultaat. Ja, hoe belangrijk is voor jou deze award in verhouding tot de publieksprijs? Nou, het laat toch wel zien dat de mensen waar je mee werkt ook daadwerkelijk jouw content waarderen. En ik vind het heel erg tof dat zij na al die jaren nog steeds achter mijn content staan. Ik blijf best wel trouw aan wat ik al die jaren al doe. Dus ik verander misschien niet zoveel. Maar ja, ik vind het nog steeds ontzettend leuk om te doen. En dit is ook het eerste jaar dat ik echt fulltime met content op Twitch en op TikTok bezig ben. Omdat ik nu natuurlijk afgestudeerd ben. Dus dat aan het einde van het jaar dat beloond wordt met een prijs, dat vind ik echt heel erg leuk. Wat ben je volgend jaar van plan met je livestreams? Ik ga waarschijnlijk nog meer streamen. Ik pak nu ook het platform TikTok mee.
Hier zitten ook een hele hoop mensen tegenwoordig op die ook aan het livestreamen zijn en die dus ook bezig zijn met onder andere game content. Dus ik ga daar sowieso meer uren maken op verschillende platforms, zodat mijn publiek nog wat breder wordt. Voor de mensen die je willen volgen, waar kunnen ze je allemaal op volgen? Iedereen kan mij volgen op Instagram natuurlijk, SaarLive en dan een _. En op Twitch heet ik gewoon Saar, dus dat is heel makkelijk terug te vinden. En ook op TikTok heet ik SaarLive, maar dan zonder _.